Haaksbergen, die is goedgekeurd door de KNSB. Ja, en hier in Arnhem op veel punten hebben we een goede meting kunnen doen. Echte de verste bocht, helaas, daar hebben we geen goede meting kunnen verrichten. Daar missen ze nu nog iets. En dat betekent dat de eerste marathon natuurreis dit jaar gaat naar Haaksbergen. En dus niet in Arnhem. Daar wordt donderdag pas een marathon geschaatst en dat levert gemengde gevoelens op. Tuurlijk is jammer. Is jammer. We hadden hem graag gehad, maar we gaan voor de tweede. Ik ben heel trots dat we donderdagavond de marathon mogen organiseren. Ja, de tweede is ook een marathon. De teleurstelling is er, zeker omdat er eerder op de ochtend nog goede hoop was dat Arnhem voor het eerst in de historie de eerste marathon op natuurreis zou kunnen organiseren. Ja, zeker. Zeker. Moet je kijken naar een mooi plaatje. Fantastisch. Mooi zwart ijs, glad ook. Aan de arbeid ligt het niet. De afgelopen dagen is er druk gewerkt aan een mooie ijsvloer. En dat is gelukt. Op veel plekken ligt er genoeg ijs, maar in één hoek niet. Komen we daar in de bocht, ja, daar hadden we al op één plek nog de, ja, bijna de 3 centimeter, millimeter werk. We gingen verder naar de buitenkant toe, ja, zagen we helaas toch dat het minder werd. En dat hebben we echt keihard nodig, gewoon, hè. 80 dames en heren die volle bak door de bocht moeten. Daar hebben we gewoon echt goed ijs voor nodig. Toch kon er vandaag geschaatst worden. De baan was eventjes open en de eerste schaatsers genoten. Sommigen draaiden op routine hun rondjes en anderen oefenden voor de volgende Olympische Spelen. En bij deze jongen is het nog even afwachten of hij zoveel talent heeft. Eén oud marathonschaatser kwam al even polshoog te nemen. Casper Helling leerde het schaatsen hier. Ja, dat voelde heerlijk. De baan, het is echt een mooie baan. Daar ligt er echt mooi bij. En dit is mijn oude thuisbaantje. En ik was mijn schaatsen vergeten, dus ik reed ook op mijn oude schaatsjes hier in de rondte. En dat was wel heel erg leuk. Morgen heeft Haaksbergen dus de eer voor de eerste marathon op natuurreis. En aanstaande donderdag mogen de professionals hier over het ijs.